Heel lang geleden deed ik nog bijna wekelijks een skinwedstrijd. Elke week hadden we wel weer een leuke nieuwe skinwedstrijd. Maar ja, na een tijdje is de fun er ook vanaf. En dan heb je het gewoon te vaak gedaan. Maar omdat het nu alweer zo lang geleden is, dacht ik, het kan weer een keertje. We doen het weer een keer. En dat komt ook door deze comment van TheGamer679. Hij zei dit: doe weer eens een skinwedstrijd. Like zodat Joram dit ziet. Bowser Army. En vergeet niet de code Bowser. Daar ben ik helemaal mee eens. Vergeet niet de code Bowser. Maar ik ben ook mee eens met jouw idee. Gewoon weer een keer een skinwedstrijd. We doen dus een skinwedstrijd. Ik heb 5 verschillende onderwerpen. En dan gaan we gewoon kijken welke skin gaat winnen. We beginnen met de allerbovenste skin in Brawl Stars. En de onderwerpen daarna, dat krijgen jullie vanzelf te zien in deze video. Dus dat hou ik nog heel even geheim. Maar voordat we gaan beginnen, doe even dat duimpje omhoog. 2000 likes zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En check ook Bowser Army kleding op bowser.nl. Maar laten we maar snel beginnen. Oké, ik heb ondertussen alles uitgelegd. Het was even wat werk, maar we gaan nu zelf ook op zoek naar de allerbovenste skin in Brawl Stars. Ja, je hebt zo belachelijk veel skins en ik heb er ook zo ontiegelijk veel. Maar ik vind Stoere Bus, hij is niet bepaald boos. Ik weet niet, we moeten echt een boze hebben. Maar je hebt er zoveel en soms vergeet ik ook gewoon voor alle knokkers nou eentje die dan heel boos is. Ik weet wel dat je Evil Jean hebt, maar die kijkt op zich wel een beetje blij of zo. Het is niet echt een boze skin. Tara daarentegen, die kijkt wel boos. Mortis bijvoorbeeld ook. Ja, misschien misdadige Mortis. Zou dat een boze skin zijn? Ik vind die wel redelijk boos. We gaan die geselecteren. Ah, trouwens, als ik in het midden kom met Mortis, dan hebben we wel een probleem. Alhoewel is die kans natuurlijk wel klein dat ik in het midden kom met Mortis. Maar jij weet het natuurlijk maar nooit. Jongen, dit is echt lastig. Voor wie moet ik nou gaan? Ja, dit zijn niet echt boze skins ook allemaal. Dit zijn, ja, dit is lastig. Misschien Stu eentje. Biker Stu. Die is op zich, nou die is ook niet bepaald boos. Nou, ik ga toch voor Mortis. En dan zien we wel. Dan hoop ik gewoon niet dat ik in het midden beland. Ja, dan hoop ik dat. En anders heb ik pech gehad. Kaas en Daddy en Lars. Er zijn ook wat andere, van andere clubs bij. Omdat het nu tegenwoordig wat lastiger is om zoveel mensen van mijn eigen club in de game te krijgen. Maar ik ben benieuwd. En oké, gelukkig. Ik sta aan de zijkant. Als ik in het midden had gestaan, was ik echt de lul geweest. De boze skin. Oh, die van Lars. Dat is inderdaad een boze skin. Yo, en die van Buffelbas, van Lars en Bas. Ja, oké. Okay. Maar ik ben benieuwd wie TTL Games gaat kiezen, want die mag natuurlijk iedereen stuk voor stuk gaan killen. Avo Kill You is 8-bit. Ik had nog ook inderdaad bij die Bus skin eventjes nagedacht, die Stoere Bus, of ik die zou kiezen. Uiteindelijk niet gedaan, omdat ik hem meer stoer vond dan dat ik hem zeg maar echt boos vond. Dus ja, ik heb er niet voor gegaan. Hij wordt nu ook gekild door TTL Games, denk ik. Ja, inderdaad. Kaas Moa, wat gaan ze doen? Die blijft nu de hele tijd leven. Oké, en ik ga nu dood. Oké, helaas. Pindakaas. Oké, ja, dan moet ik mezelf laten afgaan. Oh. Oké, TTL Games heeft mij als volgende gekozen. Het moet daar wel als die Lars en Bas laat winnen. Dat kan toch niet anders? Avo Kill You wordt nu gekild. En dat is wel het handige dat ik overal gif heb staan. Dan kan je jezelf gewoon af laten gaan. Dan heb je nog Daddy. Die Fokko is inderdaad ook wel. Oh, die wint gewoon. Lol. Ik had echt verwacht dat die boos zouden winnen. Dat vond ik echt de boze skin eigenlijk. Maar Daddy heeft gewonnen met de Poco skin. En dat is ook wel nice. Dus eigenlijk hebben we al een winnaar. Eigenlijk TTL Games is zelf die Daryl. Die vind ik eigenlijk niet zo heel erg boos. Nee. Maar ja, daar moet hij ook lekker zelf voor gaan. Bubblebass, die wordt nu gekild. En die kan dan in het gif staan. Maar hij laat zich nu zo killen. Dat kan ook. Daddy heeft gewonnen. Maar we gaan door naar de volgende ronde. En dat doen we, of dan gaan we doen wie de blijste skin heeft. Dus het tegenovergestelde. En daarna hebben we nog 3 rondes. We hebben in totaal 5. Dan ben ik benieuwd welke blije skins ik allemaal heb. Oh, deze had ook gekund. Overheerse Spike. Die kijkt ook wel heel erg boos. Maar we hebben nu een super duper blije skin nodig. Oh, ik weet al eentje. Hier, deze Max. Deze ziet er echt heel blij uit. Het is echt zo'n hele schattige blije. Ja. Die ga ik zijn. 100%. Ik denk dat ik nu wel kans heb om te winnen. Net was die Mortis skin inderdaad niet de boosste. Dus ik was inderdaad terecht niet een van de laatste overgebleven. Dus dat is terecht. Maar we gaan door. Eens kijken of ik nu iets hoger kan komen. Ja, daar gaan we. Oh, ik sta zelf in het midden. Let's go.
dat is eigenlijk altijd het leukste. Dan mag ik namelijk gaan bepalen wie ik mag killen. Oké, we moeten de blije skins. Oh, die Carl skin, die is wel heel blij. Spike, dat is niet eens een skin. Nee, dus dan ga ik als eerst Spike selecteren. Sorry, you lose. Jij moet dan helaas al als eerst dood. sorry. Ik vind het altijd lastig om iemand te kiezen om te killen. Ik vind die Rico skin wel heel vet. Maar ik vind hem niet bepaald blij. En nu moet ik toch gaan voor de, zeg maar, blije skins. Dus daar ga ik als eerst bij langs. Die Nani, Sally Nani vind ik ook blij. Die is ook nice. Dus die laat ik ook nog even leven. Ik ga nu voor Kaas Moa. Ja. Die vind ik dan toch daarna het minst leuk. Ah. Nou, ik vind hem wel leuk, die skin. Maar hij is dan toch iets minder blij dan de rest. En nu is het, denk ik, Piper die ik laat killen. Ja. Piper is leuk. Maar ik vind het niet te leuk. Ah, hij sloopt de map. Oké. ja, dat wou ik eigenlijk dus niet hebben. Maar ja, maakt niet uit. We hebben nu nog Nani. We hebben Spike. Ja, ik ga dan denk ik toch voor Spike. Ja, die is heel blij. Maar ik vind die Nani net wat blijer. En dan hebben we nu Nani of Carl. Ja, ik denk dat jullie het al weten. Aan het begin zei ik het al. Ik vind die Carl skin heel blij. Dus die Carl gaat winnen. Carl, je hebt gewonnen. Hey, Buffel Bas, je hebt gewonnen. GG's. Oké. Top, dan gaan we nu door naar de volgende ronde. Ik vind het altijd leuk om ook zelf af en toe in het midden te staan. Want dan kan je zelf bepalen wie gaat winnen. Maar de volgende ronde wordt gewoon... Wie heeft de mooiste skin? Dan gewoon weer een classic ronde, de mooiste skin. En ik heb natuurlijk belachelijk veel skins. Dus ja, voor welke skin moet ik dan gaan als mooiste skin? Nou, niet voor deze van Griff. Ja, dit is echt lastig. Dit is echt lastig. Je hebt er zoveel. Ik vind dat B wel een aantal mooie skins heeft. Bijvoorbeeld aardvijand B vind ik nice. Maar gouden Neko B vind ik ook leuk. Maar deze is wel speciaal. Omdat hij gewoon zwart-wit is. Weet je wat? Ik ga een keer voor een skin waar ik anders niet voor zou gaan. Normaal gesproken ga ik altijd een beetje voor dezelfde soort skin. Nu niet. We gaan voor deze B skin. Gewoon eens kijken of ik met deze redelijk ver kan komen. Ik kan ook wel natuurlijk voor een gouden skin gaan. Die bizar veel coins kost. Maar ja. Ja, dan win je waarschijnlijk. En dat is ook niet altijd leuk. Gewoon een keertje. Gewoon lekker een andere skin. En sta ik weer in het midden? Nee, niet nog een keer. Niet nog een keer. Bas staat in het midden. Helemaal prima. Ondertussen mijn kill een beetje. Oké, maar dan gaan we. Die Bubblebas, die skin is ook wel nice. Oh, Danny is ook nice, die Sprout skin. Die vind ik ook echt heel vet. Lars is Evil Genie. TTL Games is die van Leon. Die is ook nice. Ik vind die van Bibi van You Lose ook heel vet. Alleen wordt nu Colt nu gekild. Ik ben benieuwd wie Bubblebas laat winnen. Ik denk dat ik niet ga winnen. Want Kaas Moa, die is wel een gouden skin. En gouden skins blijven gewoon heel nice. Alhoewel vind ik deze skin ook wel heel vet. Hoor. Lars, die wordt nu helaas gekild. Dus die kan niet meer winnen. Dan hebben we nog You Lose, Daddy. Ik denk persoonlijk dat Daddy gaat winnen. Ah, no. Ik word nu gekild. Ik ben een beetje halverwege gekomen. Ja, ik werd als vierde gekild. Dus ik ben inderdaad halverwege gekomen. TTL Games wordt nu gekild. Ja, ik denk echt dat Daddy gaat winnen. Ik denk dat hij nog eerder Kaas Moa gaat killen met de gouden skin. En dat doet hij inderdaad. Nou, ik ben benieuwd of mijn voorspelling uit gaat komen. You Lose heeft inderdaad ook een vette skin. Alleen moet hij nu niet de kill gaan maken. Dat zou niet anders zijn. Hij maakt een spannend Bubblebas, maar hij killt You Lose. En dat betekent dat Daddy heeft gewonnen. Ik zei het. Ik vond het persoonlijk eigenlijk Daddy ook de vetste skin hebben. Ik vond die skin nog wel eigenlijk vetter dan mijn eigen skin van B. Ja, dat zegt al wel genoeg. Maar we gaan door naar de volgende. En dit is wie heeft de flexste skin. Gewoon een skin waar je keihard mee kan flexen. Oké, dan moeten we echt even een goede flex skin opzoeken. Ja, goud is natuurlijk sowieso een skin om mee te flexen. Maar een 300 edelstenen skin is natuurlijk ook eentje om mee te flexen. Of gewoon een gouden megabow. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar die megabow, die is volgens mij best wel duur om eerlijk te zijn. Onderwereldbow, ja, die is ook ziek hoor. Ik weet niet. Ik heb zoveel keuze. Ik krijg gewoon een spontane error. Met welke skin moet ik nou gaan flexen? Ik heb er gewoon te veel. Ja, wat zullen we doen? Ik ga wel Nianita. Ik vind dit wel een mooie flex. Ja, dan heb je wel de beer nodig trouwens. Want anders vind ik het eigenlijk helemaal niet zo'n flex skin. Brock, je hebt hier... Heb je niet zo'n... Of welke knokken was dat ook alweer? Dat je dan zo'n beetje zo'n gouden gloed had. Maar dan wel de gewone versie. Oh, weet je wat? Ik ga wel met... Hier, met deze draak... Ja. Ik ga wel met draak El Primo. Die vind ik nice. Doen we gewoon deze. Ja. Ah, ik wist echt niet. Ik kreeg een error. Er is zo'n knokker. Oh, dat is Rico. Dat is gouden Rico. Ik weet het al.
Hier, Rico, die heb ik hier zo staan. Dat is Rijke Rico. Ja, dit vind ik een mooie. Die bedoelde ik. Ik zat al te denken, er was een skin die ik bedoelde. Dit is hem. Hiermee gaan we nu even kaart flexen. Oké, we staan niet in het midden, maar ik denk dat een aantal inderdaad een gouden skin hebben. Ja, gouden skin kan je sowieso mee flexen. Dat is één ding wat zeker is. Oké, maar ik ben benieuwd of ik als Rijke Rico redelijk ver kan komen met mijn flex. You lose? Ja, die skin is ook nice hoor. Die Club League skins, daar kan je inderdaad ook wel mee flexen. Gaat hij nu alle gouden skins mee langs? Het zou wel bizar zijn, want gouden skins zijn wel echt heel vet. Gaat hij nu Buffel Bas killen? Wat doet hij? Dat is niet lief. You lose, wat doe je, jongen? Buffel Bas, die was anders misschien nog verder gekomen. Nou, oké, dan. We zijn nog met 3 over. Gelukkig hebben we daar nog een ronde. Oh, oké. Ik word nu gekild. Dan gaat het tussen You lose en Lars. Dan ben ik benieuwd wie uiteindelijk gaat winnen. Yo, ik zal zo meteen weer even zeggen dat je niet elkaar moet killen. Want dat is een beetje stom. Ja, dat is een beetje stom. You lose, die wint uiteindelijk niet. En Lars, die wint. Die heeft de hardste flex skin volgens Kaasmoa. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening over wie de beste skin heeft. Maar ja, dat is wel leuk. Maar we doen nog 1 laatste ronde. En nu, wie heeft de lelijkste skin? Het moet dus een skin zijn, maar hij moet echt lelijk zijn. Dus wat is nou een hele lelijke skin? Mascotte, maar die vind ik wel leuk. Hè? Dit is niet echt een lelijke skin. Ja, hoe vind je nou een lelijke skin? Dat is een beetje het dilemma. Shelly, misschien bij Shelly, Bandita Shelly, Ster Shelly. Is dat echt een lelijk... Ja, hij is niet echt lelijk. Ik hou hem in mijn achterhoofd, want ik vind hem niet echt mooi. Maar ja, je hebt natuurlijk ook die voetbalskins die ik ook niet echt mooi vind, om eerlijk te zijn. Kijk, deze skin vind ik ook niet mooi. Dus ik zal die even selecteren. Maar in de tussentijd gaan we wel eventjes doorzoeken. Kijken of we nog een lelijkere skin kunnen vinden. Had je niet zo'n hele oude skin van Colt of zo? Je hebt die Rockstar Colt. Ja, die vind ik ook niet mooi hoor. Nee, die is ook niet zo mooi. Je hebt zoveel skins natuurlijk. Dit is echt niet normaal. Hier op deze groene Colt. Ja, ik vind deze skins eigenlijk helemaal niet mooi, die voetbalskins. Nou, weet je wat? We gaan toch voor die Shelly, want die vind ik echt niet mooi. We zien wel en we kijken wel hoe ver we gaan komen. Laatste ronde. Hopelijk kan ik deze nog winnen. Het moet nu gewoon echt gewoon lelijk zijn. En ik ben ook benieuwd wie de rest kiest. Want de lelijke skins, die zijn vaak wel goedkoop. Dus ik denk dat er wel echt een paar lelijke tussen zitten. Maar daar komen we nu achter. Ik sta niet in het midden. Dat is helemaal prima. Dus we gaan kijken. A for Kill You. Je hebt Tigo. Die is die Colt skin. En Kaasma. Die is ook die Colt skin. Die had ik ook nog eventjes voor me. TTL Games. Kill. Ik vind die skin vet mooi. Ja, ik vind die vet mooi, die skin. En die van Mortis vind ik ook gewoon mooi. Hij wordt nu ook gekild, Mortis, Buffelbas. Omdat het is gewoon een mooie skin. Het is niet deze lelijke skin. Maar ik ben benieuwd. TTL Games. Ik denk dat die nu gekild gaat worden. Ja, inderdaad. Ja, daar ging ik ook al wel van uit. Want die skin vind ik ook wel mooi. En Nani, die skin vind ik ook niet heel... Ja, het is niet de mooiste skin. Dat geef ik inderdaad toe. Maar om nou te zeggen dat die heel lelijk is, dat ook niet. Iedereen maakt ondertussen de map kapot. Ja. Wat gaat Jaloes doen? Wie gaat hij nu killen? Ik denk dat hij Daddy zo gaat killen, want die vind ik op zich ook wel mooi. Hij zit in ieder geval diep na te denken. Avo Kill You wordt nu gekild. En Jaloes, die is bijna dood. Ja, dan moeten we even oppassen. We moeten elkaar niet gaan killen tijdens de game. Hou het een beetje heel de map. Want anders wordt het natuurlijk ook niks. Oh, word ik nu gekild? Ga ik nu gekild worden? Wat gaat Lars doen? Dit is niet zo handig. Ja. Of gaat Lars nu gekild worden? Ik heb geen idee wie nu gekild gaat worden. Ik denk dat hij voor mij gaat. Maar Jaloes, die houdt de spanning er in ieder geval goed in. Nee, hij gaat Lars killen. Ik wou net zeggen. Want dat vind ik wel een goeie. Of dat vond ik op zich niet eens zo'n hele lelijke skin. Dus we zijn nog met 4 over. En Daddy wordt nu gekild. Op zich had ik dat ook verwacht. Dan gaat het tussen mij en Kaasmoa en Tigo. Ik denk dat hij mij dan als eerst laat killen. Of gaat killen. Want die cold skin die is inderdaad misschien nog wel lelijker dan mij. Hij bouwt de spanning op. Wat gaat hij doen? Gaat hij mij laten winnen? Of ik heb geen idee wat hij gaat doen. En Kaasmoa gaat dood. Ja, dan ga ik winnen. Ik ga winnen! Yay! Dan ga ik trouwens ook meteen dood. Maar dat is helemaal prima. We hebben het laatste potje gewonnen met de lelijkste skin. Let's go! Nou, ik vond het leuk, deze minigame weer. Ik weet niet of we het weer heel veel vaker gaan doen, skinwedstrijden. Maar als jullie denken, ah, Joran is leuk, dan kunnen we het zeker binnenkort weer een keertje doen. Maar dat was dit voor deze video. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door, want... Ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken en dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor bouwzuimkleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!